Volgens de mensenrechtenorganisatie Hengal werd op woensdag 4 oktober 2023 de 23-jarige Yegane Rostami, een inwoonster van Mahalat in de provincie Markazi, vanwege eer door haar oom gedood met een jachtgeweer. Yegane Rostami reisde van Mahalat naar Teheran op zoek naar een baan toen ze in de stad Kom uit de bus werd gedwongen door haar oom, Ahmad Esmali. Nadat ze was overgebracht naar het dorp Gol Cheshme, in de buurt van Mahalat, werd ze meerdere keren in het hoofd geschoten. Jegane Rostami was twee dagen voor de moord gescheiden van haar ex-man.